In de strijd tegen de woningnood moeten op deze plaats, midden in Beuningen, 46 woningen komen. Omwonenden zien dat niet zitten. Om zodoende in Beuningen een uniek stukje grond uh, in ere te houden. Een leefbaarheid omhoog te houden. En uh, ja, de verkeersveiligheid in de buurt te garanderen. Ook met betrekking tot de scholen en dergelijke. Nou, ik snap als je gewend bent hè, dat, je, dat je of vrij uitzicht hebt. Hè, of als je zeg maar, je achtererf verlaten en je hebt dan uh, zicht op uh, zo'n weiland hè, dat dat aantrekkelijker is dan dat je zicht hebt op uh, woningen. Maar dat komen we overal tegen. Volgens versluis blijft er straks nog genoeg groen over. Het is inderdaad een groen stukje hè, voor de mensen die dus achter hun huis uh, dat kunnen zien. Maar uh, we hebben hier 100 meter verderop het uh, zogenaamde Heuvenpark, hè, dat een archeologisch monument is. En dat is uh, een stuk groter nog als dit. En uh, wij vinden alles overziende het uh, volstrekt verantwoord om hier dan woningen te gaan bouwen. Een groep omwonenden wil dat de weiders groen blijven. Ze hebben een alternatief plan met onder meer een pluktuin voor de buurt. Er is een actiecomité opgericht en een handtekeningenactie gehouden. Ze zijn niet te spreken over hoe de gemeente daarmee omgaat. Tot op heden eh, moet ik zeggen dat we in principe nergens bij betrokken zijn of geïnformeerd worden. Of, of, nee. De communicatie en de transparantie ten opzichte van de, alle bewoners, direct en indirect wonen, is, is totaal niet heel te noemen. Omwonenden, sommige wonenden, hebben dus al direct een handtekeningenactie gestart. Hè. Het is zonder dat ze überhaupt weten hoe de plannen eruit zien, hè. hebben ze al gezegd dat ze tegen zijn. We hebben ook een paar keer met die mensen ja, we hebben die petitie in ontvangst genomen. We zijn ook al een keertje zeg maar, in de huiskamer geweest hè, om de plannen te bespreken. En wij hebben beloofd dat wij samen met de ontwikkelaar hè, de omgevingsdialoog aangaan. En dan komen dus de plannen op tafel. Dus dan gaan wij nog uh, volop luisteren naar de inwoners. Ja, die omgevingsdialoog is ons beloofd vanaf het moment dat de plannen bekend waren. Toen was het speerpunt van de gemeente: jullie worden overal bij betrokken. En tot op de dag van vandaag had nog niemand of iets van een projectontwikkelaar of iets dergelijks uh, iets gehoord. Het is de bedoeling dat die omgevingsdialoog ergens in de komende maanden gaat beginnen. Des te hopen, want er is ons veel beloofd en weinig gegeven tot nu toe. Dus het vertrouwen hierin is eigenlijk tot een nulpunt gezakt.